bij een nieuwe vlog. Het is maandagochtend en zoals jullie zien zijn we thuis. Ik ben eventjes wakker. Oeh, de verwarming staat hoog. En ik heb vannacht echt 3 uur geslapen of zo. We zijn uiteindelijk nog naar de McDrive geweest. Om 2:30 of zo vannacht. Toen we gegeten naar huis. En nu zijn we alle koffers uit de auto aan het halen. En ga ik alle koffers leegruimen en de was doen. En ik heb heel veel e-mails, want het is maandag. E-mails doen zometeen. Ik ga wel thuis werken, denk ik. Ik heb er heel veel foto's nog uit Zwitserland, dus die ga ik editen. Ik krijg steeds nog heel veel vragen over wanneer ik iets ga maken of laten zien over hoe ik edit. Dat komt eraan, maar ja. Ik wou ook dat dingen sneller gingen dan dat ze gaan. Maar het komt eraan. Ik hoop deze maand nog eigenlijk wel. Dus dat. En ja, ik ga nu denk ik even beginnen met de was alvast. En even traag doen. Ollie is even een ochtenddutje nog aan doen. En ja, ik zie jullie zo. Oké, het is even later. Ben ik scherp? Het is even later en ik ben nog steeds een soort van aan het uitpakken en aan het organiseren. En ik heb e-mails gedaan en foto's geëdit. Mag ik bij jou komen zitten? Alsjeblieft. En Ollie en ik kijken naar Peppa Pig. En echt, oh, wat heeft een mens veel spullen. Ik word zo moe van dat ik zoveel spullen heb. Ik ga binnenkort weer echt heel veel weg doen, verkopen, goede doel van alles. En ik zal wel weten waar jullie, laten weten waar jullie het allemaal kunnen vinden. Want ik heb echt zin om meer vuilniszakken te pakken en alles weg te doen. It's just too much. Het lijkt ook wel, hoe meer spullen, des te meer spullen je hebt, des te minder waarde je aan de spullen hecht. Jullie zijn nu aan de beurt. Als jullie snappen wat ik wil. Ik wil, zeg maar, toen ik jong was wilde ik altijd veel spullen en kleding en dat soort dingen hebben. En nu wil ik het eigenlijk gewoon niet eens meer. Ik wil gewoon heel weinig hebben. Gewoon een effectieve kast. Maar dit kan ook een identity crisis zijn waarin ik dat zeg. Maar goed, dat is nu hoe ik denk. Maar ga je liggen bij mama? Wat gezellig. Ik wil maar één ding hebben en dat is Olivia. Ik ga jouw thee op eten. Ik ga jouw thee op eten. Olivia is verslaafd aan Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Olivia's haar wordt lang. Tenminste, haar mat. En Olivia wordt moe van mij. Mag je helemaal niet meer kussen? Oké, ik heb Ollie naar bed gebracht. En het is 9:30. Oh my god, bijna 9:30. Ik ben zo'n puber. Ik wilde gaan opruimen, maar ik zat in bed. En ik ging echt, I love Instagram. Ik ging al mijn Insta-story zetten van zeg maar wat voor muziek ik hou. En of mensen nog tips hadden van dat soort muziek. Omdat ik nieuwe muziek nodig had. En echt, I love Insta. Ik hou echt van Instagram. Ik vind Instagram echt de leukste community ever. En ik antwoord echt altijd met DM's. Trouwens, mochten jullie dingen willen weten. Daar ben ik echt elke dag heel veel tijd aan kwijt. Maar dat doe ik wel. Maar ik krijg nu echt weer zoveel fucking leuke, niet schelden, Noortje, muziekdingen opgestuurd. Love it. Iemand stuurde net. Ik ga dit sowieso verkeerd uitspreken. Even kijken, ik ga het even laten horen. Iemand stuurde mij net deze artiest op. Kali Uchis of zo. Zeg ik dat goed? Ik vond dit wel echt nice. Zal ik een Spotify playlist maken trouwens voor jullie? Laat maar even weten als je het leuk vindt, dan doe ik dat. Dus dat. En iets anders wat ik net kreeg. Wacht, hoe heet het ook alweer? Ik heb naar Sander gestuurd. Die negeert me overigens al de hele dag. Geen idee wat hij aan het doen is. Volgens mij zit hij in de studio. Dus ik weet überhaupt niet of hij thuis komt vandaag.
Let's see. Deze artiest had iemand gestuurd. Mac DeMarco. Ik weet helemaal niet of het bekend is. Zal ik eens kijken hoeveel views heeft dit? Misschien, ja, 33 miljoen, dus. I'm missing out. Daarom heb ik een Instagram nodig. Maar goed, ik geloof dit ook echt. Dit is zo lekker. Ik heb eindelijk een nieuwe schone pyjama aangedaan. Niks is zo lekker als dat. En ik heb mijn gezicht schoongemaakt. En nu ga ik lekker slapen. Tenminste, ik ga even Netflix kijken natuurlijk. En Sander, die komt denk ik ook op een gegeven moment thuis. Ik weet nog niet hoe laat, maar ik moet best wel vroeg op morgen. Want ik moet morgen de hele dag een project doen voor Douglas. Wat ik uiteraard ook ga filmen. Daar heb ik wel zin in. Wel zin te werken. En het wordt vast wel leuk. Geen idee, geen verwachtingen nog erbij. Netflix. Zo, Netflix. Ik kijk nu Crazy Ex-Girlfriend. En ik geef het een 6,5. Weet je wat ik echt heel leuk vond? De serie Younger. Ik weet niet of jullie dat gezien hadden met Hilary Duff. Dat is van de afgelopen tijd mijn favoriete serie. En dat heeft sowieso iemand mij aangeraden. Ook van jullie. Ik weet niet meer wie, want ik vraag het altijd. Ik heb dus die ene serie gekeken van dat tijdschrift. Hoe heet dat ook alweer? Wild Thing. Oh my god, hoe heet dat nou ook alweer? Ik weet het niet meer. Overigens, ik heb niemand om mee te praten de hele avond sinds Ollie slaapt. Mochten jullie afvragen waarom ik zoveel tegen de vlog praat. En ik weet dat vandaag een hele saaie dag is, ik heb niks gedaan. Dus ik dacht, ik kan ook niet vloggen, maar ik dacht, ja, het is vlak, maar dus ik vlog gewoon elke dag. Dus if you don't like it, I'm sorry. Morgen weer een leuke dag. En als jullie het wel leuk vinden, dat is dan leuk om te horen. Series. Ja, dus Younger vond ik heel leuk. Hoe heette die serie nou over dat tijdschrift? Die was ook, ik weet niet wat ik daarvan vond. Ik heb Stranger Things wel gezien, maar is niet echt mijn ding. Ik heb het ook niet echt afgekeken. En Riverdale kijk ik ook. Op zich ook wel leuk, maar ja, ik vond Younger echt heel erg leuk. En Jane the Virgin vind ik ook heel erg leuk. En ja, nou ja, ik ben altijd op zoek naar nieuwe series, maar ja, Crazy Ex-Girlfriend was mij dus ook aangeraden, maar ja, I don't know. Ik vind het wel leuk, en ik kijk het ook wel, maar het is niet mijn favoriete serie aller tijden of zo. Maar goed, ik ga lekker slapen. Heel erg bedankt voor het kijken weer vandaag. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En ja, ik zie jullie morgen weer gezellig.